Ik zit hier aan de keukentafel met David André. Ik ben blij dat ik er mag zijn. En David heeft een film gemaakt met een bijzondere titel. Wat is de titel? Ja, het heet Een nieuw verhaal voor de aarde. Dat is wel heel bijzonder. En ik zie ook dat jij een hele mooie naam hebt, David André. Dat is ook niet zomaar een naam hier uit Brabant of uit Bokstel. Ik ben geboren en getogen in Engeland. Ik kwam hier werken bij Philips in 1970. Dus ik zit al heel lang hier. Een Brabants accent heb ik niet, maar wel heel lang in Brabant geweest. Nou, maar je kunt me wel verstaan in ieder geval. Kan je goed verstaan, gelukkig, ja. Gelukkig, gelukkig. Ja. Want wat ik zo bijzonder vind, je hebt een film gemaakt. Is het de eerste film? Of het is mijn eerste film, ja. En hoe kom je er nou bij om een film te maken? Nou, anderhalf jaar geleden kwam ik een boek tegen van een Amerikaanse ecofilosoof. Waarin hij beschreef wat hij vond het probleem was en de oplossing van het omgaan van de mens met de aarde. Dus niet even zonnepanelen, niet dat, maar een dieper niveau. Wat is het probleem dat de mens met de aarde heeft dat wij het kapot maken? Nou, dat boek sloeg als bom in bij mij. Het was fantastisch. Het was precies wat ik eigenlijk gevoeld heb in zekere zin, maar het zei het veel beter. Toen dacht ik, nou, ik kan dat met dat boek, kan ik een groepje mensen bij elkaar halen. We bestuderen dat boek. We halen uit wat we belangrijk vinden, we maken er een film van. Zo. Mooi, een documentaire. Ik kwam in contact met een ex-leerling van de Sint-Lucas, die nu net bij de Filmacademie in Hilversum afgestudeerd is, Michiel Reinders. Nou, dus hij kwam bij ons, helemaal in het begin. Nou, hij vroeg hoe het was en wat wij dachten. En wij moesten een scenario schrijven, wij moesten dingen opschrijven. En hij is twee keer geweest. En de tweede keer zei hij, nou, ik kan jullie niet zo helpen, jullie moeten gewoon gaan schrijven. Dat boek gaat over eigenlijk een diepere laag. Het gaat toch over het gevoel. En dan denk ik, jee, dat is toch wel heel moeilijk om daar, om dat uit te gaan schrijven en om daar een film van te maken. Nou, dat uitschrijven is in zekere zin makkelijker dan de beelden bezoeken. Het is een abstract verhaal en de boeken die dit soort mensen schrijven, hè, theologen, filosofen, die zijn nooit gevuld met beeldjes. Er is nooit een beeld. Nee. Ze maken er geen schema's van. Hè? Ja. De valkuil was bij een documentaire, las ik, dat je schrijft een verhaal, je boodschap, heel mooi op, en dan zoek je een paar beeldjes bij. Hè? Een mooi beeld van een walvis of zoiets, of van de aarde of van een ster of zoiets. Hè? Maar dat is het niet, die beelden. Want het eerste wat je pakt als je kijkt naar een film is het beeld. Dus het beeld moet ook wat zeggen. Ik heb het gevoel dat we dan redelijk in geslaagd zijn. Maar toch, dus het was hard werken aan de tekst. Het was hard werken aan de beelden. Zeker als je geen miljoenenbudget hebt, wat ik niet heb. Mm. Dan kun je niet zomaar overal beelden inkopen van die filmen en die filmen. Dat kan niet. Dus je hebt wel je geld via een stichting gekregen of via een potje of wat? Ja, dat komt natuurlijk ook. Ja, nou, ik denk een derde heb ik van een stichting gekregen in Den Bosch. Het heet Zandstaten. Mm-hmm. Het is niet bekend, maar het bestaat uit een aantal individuen. En die doen geld in een potje elk jaar voor maatschappelijke doelen. Och, wel leuk, ja. Dat vind ik wel leuk, want normaal zou duurzaamheid niet zo onder de categorie vallen van maatschappelijke doelen. Dat wordt gezien als iets dat een beetje verder ver weg is. Dat moet vooral in Den Haag geregeld worden, of in China of in Amerika. Maar het is wel een maatschappelijk probleem. Dus de maatschappij heeft heel veel problemen als de duurzaamheid uit de klauw loopt. Als de klimaatverandering echt dan erger wordt. Het is nu al erger aan het worden, maar het is wel een maatschappelijk probleem. Dus, maar die andere twee derde betaal ik uit eigen zak. Kan niet anders. Als ik iedereen meetel, ook de studenten die aangewerkt hebben, dan kom ik op 40 mensen. Oké. En allemaal Bokstelse mensen? Boksel en Tilburg vooral. De Boksel-connectie is het filmen vooral eigenlijk. Mm-hmm. Buiten filmen, animaties van de Sint-Lucas, de publiciteit van de Sint-Lucas. Mijn vriendenkring, ook instanties zoals de gemeente en de waterschap, die moest ook helpen. Een school heeft geholpen. In Tilburg, ik had dat idee
om alle soorten kunst te gebruiken. Want het is wel zo dat wij het mooie, de schoonheid van de natuur, zowel groots in het heelal als klein, bij de kleinste diertjes en nog dieper, die schoonheid moeten we wel vieren. We moeten dat in stand houden, want we leven in een maatschappij dat, ja, alles is een beetje maakbaar, hè? Alles is technologisch en het gevoel blijft een beetje, de vreugde is een beetje maakbaar allemaal, we moeten oppassen. Dus als je dat kunt vieren, hoe mooi het is, dan beleef je iets in je gevoel en dan ga je weer beter mee omgaan als de aarde, als je een beter gevoel bij hebt. En wie zijn de mensen die dan dat in het algemeen over schoonheid hebben? Het zijn kunstenaars, zijn dansers, het zijn muzikanten, het zijn schrijvers enzovoorts, filmers. Dus ik heb zoveel mogelijke vormen van kunst in verwerkt. Poëzie komt voor, dans komt voor en muziek. Maar dat dans is gemaakt op een stuk muziek die gecomponeerd is door Tommy van Doornout Liemt. Hij is overstudent op het conservatorium. Hij heeft een stuk gemaakt in opdracht voor mij over een bepaald onderwerp. En drie dansers van de Dansacademie Tilburg hebben dat choreografie gedaan. Dat zijn choreografiestudenten. En ook gedanst. Okay. Het waren studenten die eerst dans hadden gedaan als vak en nou choreografie. Die hebben dat ook samen gefilmd en gemonteerd. Dus dat kreeg ik als een soort cadeau. Dat was de Tilburg-connectie. En verder zijn we dan op bezoek geweest in Maarsen bij een professor van de Wal van filosofie. We hebben ook een interview gedaan met Ellie Verreed uit Tilburg. En iemand anders heeft de voice-over gedaan, ook uit Tilburg. Dus een beetje regio plus, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe heb je nou al die mensen kunnen betalen? Eigenlijk moet je zeggen, 40 mensen hebben zo goed als vrijwillig hun werk kunnen doen. Cool, mooi. Want soms heb ik achteraf gezegd, in het begin zei ik, ik heb geen geld, later dacht ik, nou, ik kan wel een klein bedrag missen. Ja, dit is fantastisch dat je dat kunt. Ja. We hebben ook geen vliegtuig gepakt om mooi te gaan filmen in Zuid-Amerika of zoiets, of in, over de grens. We hebben het gedaan met heel weinig kilometers, maar voornamelijk omdat mensen vrijwillig een tijd ingestopt hebben en niet zo'n klein beetje. Ja. Nou, zit je allemaal te vertellen hoe die film tot stand komt en wat voor mensen eraan meewerken, maar ik snap nog niet waarom. Wat wil jij hiermee laten zien? We zitten met een crisis. Ja, we zitten met een financieel crisis en andere crisissen. Maar we zitten ook met een duurzaamheidscrisis dat het niet best gaat met de aarde. En het beste voorbeeld daarvan is het klimaatprobleem. Klimaatverandering is nu behoorlijk hevig aan de gang in de derde wereld. Hè? Er zijn plaatsen waar het nauwelijks te leven is. Zo heet is het. Is het. Het regent niet. Het water gaat omhoog. We voelen het hier niet zo. Maar dus het is niet best. En sommige mensen zeggen, nou, de temperatuur die gaat met 6 graden steken deze eeuw. Nou, het is gewoon niet te voorspellen wat het allemaal zou kunnen betekenen. Er zijn natuurlijk oplossingen van schone energie, minder auto's. Maar het schiet niet op. Het schiet niet op, zeker niet in Nederland. Nederland huppelt een beetje achter nu ten opzichte van Duitsland en zo. En wij moeten dus meer doen in een korte tijd. We hebben niet 100 jaar voor nodig, dat moet iets snel gebeuren. En je kunt het probleem leggen bij de politiek of zo, of bij de bedrijven, dat die het niet goed doen. Je kunt zeggen, nou, Brussel moet meer doen, of de Verenigde Naties. Maar je kunt ook zeggen, ligt het niet bij ons allemaal in een of andere vorm? En de vraag is, dat is waar die film naartoe gaat, is wat is het onderliggend probleem dat wij zo slecht met de aarde omgaan, met de natuur in het algemeen? Eigenlijk steeds slechter. We zijn eigenlijk bewust van het probleem van de duurzaamheid eigenlijk, hè? Maar wij zijn niet eigenlijk zo diep mee bezig met de oplossing. We zien iets als... We voelen het niet. We voelen het niet. We geen respect hebben voor moeder aarde. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Te weinig respect, te weinig... liefde, te weinig zorg. Ja. En een beetje afwachtend van, ja, ach, er moet eens een keer een goede partij komen die dat doet, of een guru of zoiets. Dat is waar we het spreken. We lijken een beetje buiten onszelf. En een van de grootste eigenlijk boodschap van die Thomas Berry, waarop de film gebaseerd is, is dat inderdaad de mens is losgekoppeld, is niet meer verbonden met de natuur, met de aarde. En dat is niet iets van de laatste 200 jaar. De laatste 200 jaar hebben we een enorm potje van gemaakt. Met de hele industrialisering. Hè? Met viezigheid in de lucht en dit soort dingen, auto's. Het is heel erg gegaan. Maar eigenlijk was het al veel eerder
dat de mens begon een soort hoge doelstelling voor zichzelf te bepalen. Wat nou belangrijk was voor de mens, was eigenlijk boven de aarde een beetje uit te steken. Vooral in de kerken was dat heel veel. Want de mens moest eigenlijk boven de materie heel spiritueel worden. Moest niet naar God toe. God was sowieso hoog. Dan moest je eigenlijk die kant op zien te gaan. En begon men eigenlijk een beetje zweven boven het leven. Boven de natuur. Dan had de eerste volken natuurlijk dat niet. Hè? Als je denkt aan mensen in het begin, ook aan mensen die een cultuur die er nog zijn, zoals de Amerikaanse Indianen. Die waren één met de natuur. Die zei dat de dieren hadden dezelfde rechten voor water als zij zelf. Hè? Mm-hmm. Nou, dat zijn we al lang kwijt. Dus dat begon heel lang geleden, dat afsplitsing van de mens en de natuur. Jij zegt nou dat iedereen een beetje losgekoppeld is van de aarde. Hè? Ja. Is het dan ook dat mensen eigenlijk een groter ego hebben gekregen? Want dat is ook hier zitten, met hun hoofd denken. Heeft ook de kerk, die denkt dan wel dat ze spiritueel zijn, maar het is ook allemaal toch dat ego. En ik zelf denk altijd, als je meer in je kracht staat, met twee benen op de grond, dat je meer verbinding hebt met die aarde, dan dat je allemaal zo hoog zit. Ja, het heeft alles te maken met een beetje dat splitsing die er is geweest en nog, hè, tussen wat in onze hoofd speelt en de materie, zou je kunnen zeggen. Ja. Tussen geest en materie. Tussen je gedachten en je lichaam. Met dat soort splitsing heeft het wel te maken. En ik denk dat wat dat betreft iets heel dieps aan de hand is. Dat die dualiteit tussen iets hier en iets daar, tussen dat hoogverheven intellectualiseren of zoiets, en dat aarde, dat aan het verdwenen moet. Het is aan het verdwenen. Er is wel een verandering aan de gang. Maar als het niet verdwijnt, denk ik, dat die schade aan de aarde door zal gaan. Ja. Dus het is een kolossale shift die aan de hand is in ons bewustzijn. Maar denk je niet dat het leven zelf zorgt dat wij weer gaan aarden? Kijk nou naar de crisis die er is. Hè? Mensen worden weer nuchterder. Mensen gaan weer met twee benen op de grond staan van, hé, heb ik dit wel nodig? Nee, eigenlijk helemaal niet. Of hoe kan ik het anders oplossen? De creativiteit gaat weer terugkomen. Mensen gaan weer... Denk je niet dat het leven daar ook een beetje voor gaat zorgen dat mensen weer met twee benen op de grond komen? Ja, ik denk het wel. Niet alleen economisch hebben we het moeilijk en moeten we soberder leven. Maar we moeten ook voor de aarde, voor het milieu, ja, ook soberder leven. Ja, vooral, dat hè? Klopt, ja. Dat is zeker zo. Alleen, het moet wel een beetje sneller gaan. Hè? We moeten niet, kan ik zeggen, als de economische crisis kan wel helpen. Maar duurzaamheidscrisis is veel belangrijker voor de mensen heet in het algemeen. Dus daar moet ook aan gewerkt worden. Ja. Bij elkaar. Ja, het is een combinatie van heel veel. Ja. Ja, het is allemaal met elkaar verbonden. Hè? De ene maakt een film, de andere heeft dit, de andere... Ik denk dat daardoor de mensen weer bewuster gaan worden waar ze mee bezig zijn. Ja, maar als je hoort over de politiek debat bijvoorbeeld, waar het om gaat, waar oplossingen voor moeten komen door de nieuwe regering, is het sociaal-economische crisis. Ze zeggen niet economisch, want nee, ook de mensen, oké. Economisch, sociaal-economisch. Ik denk nou, aan de aarde dan? Waar is dat crisis? Het is dramatisch. De temperatuur stijgt. Het is dramatisch. En dat zien we niet hier in Nederland. We zijn alsmaar bezig met economie en een beetje sociaal. En geld. Dat is, geld. Hè? Geld en mensen. Maar het milieu dan? Mm-hmm. Het is onszelf, ja. En de economie moet natuurlijk is voor ons. Maar de aarde is nog veel meer voor ons. Als de aarde niet functioneert, hebben we ook geen economie meer nodig. Het is de basis, hè? Het is de basis, ja. Het is wel een heel project waar je mee bent begonnen, want ik merk wel dat je er heel vol van zit. Nou, het brengt heel veel, zeg maar, stromingen in mijn leven bij elkaar. Maar ik moet ook aarden, hè? Want ik maak nog een film. Het is tenslotte een film met beeld en met ideeën. Het is niet een film waar je dan fysiek kan aarden. Ik moet ook opletten. Maar zo langzamerhand merk ik, ik heb voor de eerste keer dit jaar zaden in de tuin gedaan. Courgetten heb ik van gegeten. En boontjes die moeten we nog oogsten. En in zekere zin dacht ik dat hoort bij mij om dat te doen, maar ik kreeg er lol in. Hè? Dus ik weet niet wat effect het op mij gaat hebben als persoon. Dan ben ik in afwachting van wat het doet met mij.
Maar het moet met ons allemaal wat gaan doen. Voel je het zelf ook? Nou, dat bedoel ik ook. Ik werk ook eraan, want ik kijk soms, ik denk, als het nou zo is, dat de mens eigenlijk één is met de natuur, hè? Dat is het hoogste wat je kan bedenken. Dan kijk je naar buiten en een boom is niet zo moeilijk. Iets met een boom heeft een soort karakter. Een boom heeft een soort iets. Het is een soort, die staat toch? Die staat er. Iedereen voelt dat is een boom. Die heeft een innerlijke waarde. Hè? En je kunt allemaal dingen. Het is ook een symbool vaak van wijsheid, van aarde. Dat gaat wel. Maar ik denk, ja, maar luister, en die blaadjes dan? Heb ik iets met die blaadjes? Of is dat onzin? Hè? Hoezo, de blaadjes van de boom? Elke blad afzonderlijk, ja. Als ik één ben met de natuur, ben ik niet alleen maar één met een boom, maar ook met de blaadjes van die boom. Dus de vraag is dan, wat is het met blaadjes, of met bomen, of met vogels, hè? Of met een of ander beestje? Een mug die jou ligt te vervelen s'nachts. Ja, wat is het aan die dingen dat wij eigenlijk meer respect voor moeten hebben? En dan kom je dan eigenlijk wat de wetenschap zegt. De wetenschap die is enorm bezig met te onderzoeken hoe de natuur in elkaar zit. Aan de ene kant is het fantastisch wat ze allemaal vinden van het heelal, van het ontstaan van de Big Bang, en andere theorieën dan de Big Bang, hoe het is met de stelsels, zelfs de hele evolutie is belangrijk om dat te voelen. We moeten ons voelen steeds meer dat wij product van zijn. Maar de andere kant is even fantastisch als men de diepte gaat van de natuur en vooral de biologie, wat ze allemaal niet ontdekken van organismen en hele kleine deeltjes, hoe complex die zijn. Hoe wonderlijk, hoe mooi, hoe schoon, hoe een beetje intelligent, actief, niet passieve dingen. Daar hebben we in de film ook over. Over wat de moderne wetenschap zegt over hoe de natuur in elkaar zit. Hè. En eigenlijk, wat die wetenschap doet tegenwoordig, is eigenlijk een soort concreet bewijs geven van wat de religies altijd geweten hebben. De religies hebben altijd gezegd, het is alles is één. Hè. Vooral de Oosterse religies, alles is één. Dat eenheid. En de wetenschap begint eigenlijk te laten zien wat dat is. De uiterlijk is dat eenheid. Hoe werkt dat eenheid? Wat is het verschil tussen één en veel? Al die dingen. Dus de wetenschap is eigenlijk waar de meeste nieuwe gedachten vandaan komen. Niet vanuit de spirituele kant voorlopig. Ja, daar ben ik even stil van. Want natuurlijk is de wetenschap goed. Maar eigenlijk, als je in stilte kunt zitten, hebben we dat niet nodig. Als we uit ons hoofd kunnen blijven. In je ware zelf, in je ware kracht kunt zijn. Ik word gemotiveerd van binnenuit, dat is ook zo. Dat bedoel ik. Een nieuw verhaal voor de aarde. Wat is er nou nieuw aan het verhaal? Ik denk dat er twee dingen zijn. De eerste is wat Thomas Berry ophamert, is dat de mensen, de aarde, samen in evolutie zitten. Dat de evolutie van de aarde en de mens, dat gaat door. De mens heeft zoals nooit van tevoren invloed op hoe de evolutie verloopt. Wij zijn de aarde aan het veranderen. Wij moeten voelen als wij deel van de evolutie zijn, deel van de aarde. Wij samen gaan ontwikkelen met de aarde. Dat is het belangrijkste. De tweede is dat het niet in één ding te vinden is. Niet in één ding. Niet in één oplossing. Er zijn verschillende aspecten. We moeten de wetenschap gebruiken, we moeten de oude spirituele tradities gebruiken. Maar de motivatie om iets te doen aan duurzaamheid moet absoluut komen van binnenin. Het komt niet vanuit de regering, het komt niet vanuit de techniek. Dat zegt ook professor Van der Waal heel goed. Hij zegt, de oplossing voor dit crisis komt niet vanuit de technologie. Je hebt nou die film gemaakt, je bent er heel fanatiek mee bezig. Maar wat wil jij nou hebben als wij naar de film hebben gekeken? Mensen stappen buiten. Wat wil je nou eigenlijk bij de mens losmaken? Ik vind dat het twee derde gevoel is en een derde denkbeelden. Er zijn natuurlijk denkbeelden, dat zijn woorden, dat moet je dan proberen te begrijpen en ze spreken je aan of niet. Hè? Maar dat gevoel dat de mens is een van de producten van de evolutie. En dat evolutie is nu aan de gang. Het is een kritisch moment. Hè? Wij moeten de evolutie helpen. En dat moeten wij doen vanuit een diep gevoel van eenheid met alles om ons heen. Ik krijg een enorme kick als ik een foto zie
van bijvoorbeeld een biljoen jaren geleden. Dat gaat helemaal tot mijn buik. Hè? En waarom? Omdat het zo groot is, zo wonderlijk, zo mooi. Dat onze achtergrond is en dat het dat zo'n lange tijd is. Het is een heel groot, immens beeld dat ik heb. Maar ik heb dat ook met een bloem. Hè? Ja. Dat is de andere kant. Dus als je kijkt naar een bloem, die is op een kleine schaal net zo mooi. Ja. Maar wat ik ook voel heel diep, hè, als we over gevoelens hebben. Dus ik voel dat wonder, zeg maar, dat geeft mij hoop. Ja. Dat wonder van de grote, van de kleine. Het intens gevoel, hè, het is dat. Hè, is de pijn. Ik voel de pijn van de aarde. Ik zit vaak daar beneden op de banken. Een beetje in wat mijn vrouw noemt meditatie. Het is niet meditatie wat ik doe, maar het is wel dat gevoel oproepen van hoe de zaken in elkaar zitten. En op een of andere manier gaat mijn gedachten, mijn ogen allemaal naar links. Links onder. Op een of andere manier. Dat is naar het zuiden toe. Kom ik in Zuid-Amerika bij de oerbossen uit. Dat is altijd wat ik doe. Ik altijd, mijn gedachten gaan in Amerika. Daar heb je die enorme oerwouden. De longen van de wereld. Hè? En we gaan, hoe is het nou? 1 voetbalveld per minuut, zoiets. Hè? Zoiets. Nou, het is verschrikkelijk. Hè? En de biodiversiteit gaat achteruit. En dit is niet te herstellen. Het is niet te herstellen. Ja, over 1000 jaar. Maar voorlopig voor ons en onze kinderen, kleinkinderen, is het niet te herstellen. Dat kunnen we toch niet maken? Ik denk dat ook geld lelijk is. Macht en geld. Dat ook heel erg speelt bij heel veel mensen in dit leven. Ja. En dat ze daardoor ook de weg kwijt zijn. Het is alle hands aan dek eigenlijk om het geheel weer te zien. Hè? Ko van der Wal die zegt, we moeten leren uit gehele te denken. Dat is holisme, heet dat. Hè? Ja. Het spirituele is altijd iets vanuit het geheel. De Amerikaanse Indianen, die zag hun wereld als één geheel. Die kon niet zomaar een stukje komen en verwachtte geen effect op de rest. Dat had wel effect op de rest. Dus daarom moeten we de aarde zien als geheel. We moeten de ecosystemen zien als één geheel. Als we over economie hebben, moeten we zien wat voor economie hebben wij nodig om te zorgen dat de aarde in stand blijft. Hè? Dus we moeten steeds uit de aarde redeneren. Als we denken over economie, moeten we uit de aarde redeneren. Als we denken aan onderwijs, uit de aarde redeneren. Ik kreeg laatst een e-mail van een groep. Het heet iets van generatie, nieuwe generatie of zoiets. Het was een soort manifest die ze gemaakt hadden. En dat wilden ze sturen aan alle onderwijsinstituten in Nederland, alle onderwijsraden. Mm-hmm. Waarin stond, jullie moeten duurzaamheid opnemen in jullie onderwijs. Keihard. Hoeveel kinderen niet kiezen voor economie, het heeft een zekere reclame. Maar economie en duurzaamheid zijn even belangrijk. Eigenlijk is duurzaamheid net die stukje hoger de aarde. Economie moet dienstbaar zijn aan de aarde in eerste instantie. In de tweede instantie aan de mensen. We moeten ook uit de aarde redeneren. Willen wij het hebben over onze financiële instituten. Ja. Onze infrastructuur, onze wegen enzovoorts. Komen we eigenlijk weer op dat toch respect voor de aarde. Dat is als iedereen dat zou hebben. Dat ze dan automatisch de aarde erbij betrekken. Met nieuwe ideeën of met allerlei zaken die ze willen gaan doen. Want dan denken ze ook over de aarde en met de aarde mee. Wat voor haar het beste is. Hè? Ja, ik denk dat we even een stapje verder moeten gaan. Want ook als ik denk aan hoe spirituele tradities zijn sterk in dat gevoel van het is één, allemaal één. De mensen en de aarde. Wat je zegt, daar ook respect. We moeten iets meer inhoud aan geven van wat is dat in de aarde dat we respect voor moeten hebben. Ik heb in de anti-schaliegasgroep gezeten hier in Boksel. Oh, zit ik nog hoor. Ja. En iedereen had zo zijn eigen manier waarom ze heel fanatiek waren. En ik zei van, ik zit hier want moeder aarde wil het gewoon niet hebben. Ja. En ik vind het mooie om de aarde gewoon moeder aarde te noemen. Want het is toch de moeder van ons. Ja. Ja. Omdat ze aan de werkelijke basis staat van ons leven. En ik denk, als we zoiets gaan zien, dan krijg je het een heel ander uiterlijk, moeder aarde. Ja. En ik vind altijd, ik zei altijd als ik commentaar had, moeder aarde. Ja. Er is in de film een stukje met een interview met een Amerikaanse indiaan, door Paul Reusemuller. En hij zegt, die indiaan,
ja, de aarde is onze moeder. Je kunt je moeder niet verkopen, zegt hij. Ja. Je moet ervoor zorgen. Ja. Nou, met een strak gezicht zo. Nou, ja. Fantastisch. En dat raakt mij zo diep. Ja. Dat die mensen daar, die leven nou echt. De Amerikaanse indianen, die zijn eigenlijk bijna uitvermoord. Hè, ja. Door die pioniers van Amerika. Leven in reservaten, maar zo'n diepe gevoel ze nog hebben. Maar ja, een beetje vechten tegen de beren. Zeg, we maken een zootje van eigenlijk. Ja. Het leven is zo simpel. Zoals die indiaan zegt, ja, je verkoopt je moeder toch ook niet? Ja. Het leven is zo simpel, maar door het denken en het... Maar het leven nu is niet zo simpel als het was toen. Hè? Kijk, nee. We moeten ook niet doen alsof we nou... Wij allemaal primitieve volken moeten worden. Nee. Dus wij leven in een hartstikke complexe maatschappij. We hebben te maken met mooie middelen, zoals auto's en telefoons. Dus dat, en een wetenschappelijke tijd. Dus die complexiteit moeten wij behouden. Alleen we moeten het wel doen op een manier dat duurzaam is, dat door kan gaan. Ja. Shamanisme bijvoorbeeld, een boeddhisme en hindoeïsme zijn heel goed in dat pure gevoel, dat pure gebied waar je kunt zijn als je mediteert, hè, heel sterk in. Maar dat is niet iedereen zijn cup of tea. Hè, nee. Dus je moet dat zien eigenlijk meer hand en voet aan te geven, dat je dat kunt relateren aan de normale dingen. Ja. Ik ben geneigd te zeggen eigenlijk dat al dat spirituele, dat eigenlijk niet zo daar is, hoger, dan zitten we in dat probleem weer. Nee, het is dieper. Het is diep eigenlijk, in de materie gewoon. Hè. Thomas Berry, die schreef een zin en dat was voor mij, boah, joshé. Hij zei, de aarde is een spiritueel wezen. De aarde is een spiritueel wezen. Nou, ik had geleerd eigenlijk uit mijn eigen spirituele groei, dat de materie eigenlijk, ik had dezelfde valkuil, dat de materie eigenlijk, nee, dat was het niet. Dat spirituele groei voor mij, dat was het belangrijkste. De aarde was eigenlijk een soort, ja, dat was mooi, hè? Je had het wel nodig, maar een soort noodzakelijke kwaad. Daar lag niet de bron of de inspiratie of de reden, de oorzaak van mijn bestaan. Hè? Dat ligt aan het hoge. Maar wat is dat dan? Waarom kun je zeggen de aarde is spiritueel? Of de aarde, de natuur, die bloem is spiritueel. Deze tafel is spiritueel. Dat is heel extreem. Hè? Elke organisme in mijn lijf is spiritueel. Wat is dat dan? Hè? Wat betekent dat woord spiritueel? Nou, in deze tijd, hè, waar een spiritualiteit steeds meer over in de krant staat, aan televisie, hè, buiten de kerken om, hè, kerken omarmen dat niet zo best. Het is wel belangrijk, hè, maar ik hoor weinig mensen praten over wat het is. Wat is dat spirituele? Nou, dat hebben wij nodig, hè, om dat hand en voet aan te geven. Bijvoorbeeld een bloem heeft een soort zelfpresentatiegevoel. Die bloem is mooi omdat hij mooi wil zijn. Niet alleen om te overleven, om zaadjes te produceren. En dus ik denk al die eigenschappen zoals identiteit, innerlijkheid, doelmatigheid, zeker intelligentie, misschien zelfs een beetje een bewustzijn, dat zijn spirituele eigenschappen die ik heb als mens, dat heb ik altijd geweten. Maar eigenlijk tot het diepste niveau van de materie is dat diezelfde eigenschappen in meer of minder mate aanwezig. Dus in zekere mate is alles dan spiritueel. Maar je moet wel dat benoemen. Wat bedoelen we ermee? Nou, zelfpresentatie, initiatief nemen, creativiteit, harmonie, balans, al die kwaliteiten die wij in het algemeen vinden horen bij de mensen. Nee, die horen bij alles. En als dat bewustzijn in ons gaat groeien, dan hebben wij kans dat we duurzaamheid wat wordt. Een kolossale uitdaging voor onze bewustzijn en voor ons gevoel dat in elkaar overlopen. Heeft het ook niet te maken met in je kracht komen te staan, in je zijn? Kijk, want jij zei, deze bloem wil mooi zijn. Ja. Dat is jouw verhaal. Ja, is jouw verhaal. Die bloem die kan goed zeggen, nee, ik ben zo. Ik denk daar niet over na, ik ben er gewoon. Ja. Een koe in de wei, die eet omdat je moet eten. Ja. Maar die denkt niet erna van, ik eet vandaag extra veel, want morgen hebben we misschien niks. Dus het zijn ook verhalen die we maken, hè? Ja. Ik zelf denk, hoe meer je in je eigen kracht komt te staan en ook in de aardse kracht, want dat is de werkelijkheid, we zijn hier in het aardse leven. Hoe dichter je ook bij de werkelijkheid blijft.
En als je dan ook die spiritualiteit ontwikkeld hebt, en als je die twee samenpakt, dat je dan een heel wijs mens bent. Dat je dan ik ben wel... heel met je eens. En ik denk dat je gelijk hebt dat jij dat misschien beter voelt, dat aards zijn, dan ik. Voor mij, ik moet een beetje aan werken. Maar dat betekent ook dan werken in die zin dat ik hoor wat jij zegt. Hè. Ik denk, nou, wat vind ik ervan? Wat voel ik erbij? Wat kan ik aan doen? En ik heb dan, ik zou dan les kunnen nemen van jou of van andere mensen om dat te leren. Iedereen zoekt zijn eigen methode. Maar hoe dan ook, het begint met nieuwe dingen horen. Je leest nieuwe dingen, iemand ja. vertelt je wat. Hè? En dan komt je gevoel bij. Dus ik ben bezig met een film. Ik kan mensen aan gevoel niet zoveel doen, want ik kan het niet aanraken. Het is er maar een uur. Hè? Dus ik kan hoogstens een intense ervaring beleven met denkbeelden, visuele beelden. En hopen dat ook een gevoel raakt. Hè? Ja. Bij mij is dat proces zeker begonnen, ja. 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 Want wat heeft deze film jou nou opgeleverd? Je hebt mensen ingeschakeld. Natuurlijk, door de invloeden van andere mensen worden er dingetjes veranderd. Ja. Maar nou is je klaar. Ja. Wat doet dat nou met jou? Wat heeft dat jou opgeleverd? Nou, het heeft zeg maar dat bewustzijnsverandering waarover Thomas Berry spreekt. Dat wij een stuk van de evolutie zijn. En dat wij dan veel dichterbij de materie dan we ooit hebben gedacht. Hè, dat gedachte begint bij mij nou gevoel te worden. Ja, ja, oké. Okay. Begint bij gevoel te worden. Ja. Hè? Daarom zeg ik, als ik zo'n bloem kijk of een blaadje, vooral die blaadjes van de boom. Ik schilder ook. Hè. Ik doe aquarel en een boom. Oh, vreselijk, want ik zie die boom, maar ik zie al die blaadjes. En ik denk, hoe kan ik die nou weergeven? Maar wat heb ik nou met een blad eigenlijk? Wat heb ik ermee? Ben ik mee verbonden met het blad? En zo ja, hoe? Nou ja, het is even een doordenkertje. En ik denk, er zijn mensen die dan dat ervaring hebben gehad. Hè? Diepe ervaring van eenheid, die heb ik niet. Dus ik moet een beetje aan werken. Maar ik laat het op inwerken. En ik zie wel waar ik ben over 5 jaar. We hebben gezegd in de film, kunnen wij nou een soort vroedvrouw-mentaliteit hebben? Maar mentaliteit is een goed woord. Een vroedvrouw-gevoel hebben, een vroedvrouw-houding hebben bij het geboorte van een nieuwe tijdperk. Een tijdperk waarin de mens ecologisch mee omgaat met de aarde. Dus dat gevoel van een vroedvrouw die moet weten wat dat is bij een bevalling, welke krachten. We gaan in de film ook over hebben we de krachten achter de evolutie. Hele diepe krachten, dat zal de meeste mensen zich herkennen. En laten we kijken dan wat het met ons doet en ook samenwerken. Je had het over Schalikas. Ik ben lid van Transition Towns, waar Mirjam Bemelmans lid van is. En bij Transition Towns gaat het een heleboel over het gemeenschap. Je kunt wel leuke dingen doen met zonnepanelen, met moestuinen samen. Je moet met z'n allen doen. En ik denk dat het is niet voor niets dat in Boksel men zorgen maakt over sociaal cohesie. Vooral in Oost draait het op dit moment een beetje om. Hè? En dat heeft te maken met het eenheidsgevoel. Hè? Wij kunnen niet zo individualistisch, zo egoïstisch dingen doen. We moeten veel meer samen doen. Ja. Ook op praktisch niveau. Ik wil graag meer moestuin in de wijk hebben. Maar we moeten met z'n allen onderop dat gaan doen. Dat was eventjes een zijspoortje. Hè? Ja. We gaan even terug naar de film. Want die is nou klaar. Ja. En hij heeft al gedraaid. In het protestantse kerkje. Ja. Drie keer. Ja. En wat gaat er nou mee gebeuren met de film? Er zijn plaatsen waar ik zeker weet dat ze willen hebben dat ik kom draaien. Of dat zij draaien, maakt niks uit hoe dat gebeurt. We maken ook een dvd. We hebben ook belangstelling gepolst bij mensen die meer over zouden willen weten of meer over praten in discussiegroepen. Of misschien een paar boekjes lezen. We hebben ook boekjes laten verkopen. Dus ik denk dat een soort kern van mensen komt die zegt, nou, ik wil best een keer over praten of iets meer horen. En ook in vrijwilligersgroepen over het land. Hè, of dat nou bijvoorbeeld duurzaamheidsgroepen zoals Transition Town zijn, of het zijn kerken, of groepjes die een beetje tussenin liggen, dat die de film best zou willen draaien. En we kijken wat er gebeurt. Leuk. En ik moet dat vooral loslaten, dat baby, dat kind moet ik loslaten. Ik heb nou voor de bevalling een beetje gezorgd. En nou kan opgroeien. Ik een heel beetje nazorgen en kijken wat er gebeurt. En dan
ja, wie weet wat voor nieuwe dingen komen. En nou? Nou, is je klaar? Wat ga je nou doen? Ik wil gewoon zo'n bar in het gevoel van zo'n warm bad van al die mensen die geholpen hebben. En al die mensen die aan gekeken hebben en zeggen, het is goed, ga maar door. We hebben momenten gehad dat ik een statement had in de film. Ik zeg, moeten we dat nou zeggen? Nee, het moet gezegd worden, het moet gezegd worden. Dus die man, ik dacht, nou, dit gaat echt te ver of zoiets. Ja. Nee, het moet gezegd worden. Hè? Dus ik ga een beetje baren in dat leuk gevoel van, nou, het is een leuk proces geweest. Ik heb heel verrassende dingen meegemaakt. Mensen die zich aandienden of mensen gingen helpen. En dus ik laat het nu een beetje los. En ik ga stil in mijzelf kijken wat het met me doet. Ja. En dan op het moment zelf vaak weet je het niet, maar na een jaar of twee jaar denk je, hey, dat is echt iets van de laatste tijd. Hè? Dat je ontdekt dat dingen, ja, dingen veranderen. Want dan verandert natuurlijk bij jou ook van alles. Dit heeft ook wel bepaalde dingen getriggerd. Ja, want ik heb bij elke woord, zeg maar, elke zin in de film, elke beeld, hebben moeten bedenken, nou, sta ik echt achter? Ja. Kan ik dit verdedigen? Ja. Kan ik het onderbouwen? Ja. Kan ik zeggen waarom dit nou wel, dit nou niet? Ik zie in de kranten, in tijdschriften, soms bijna dezelfde woorden ik gebruik in die film, okay, zie ik daar. Dat diepe eenheid, dat nieuw bewustzijn, nieuw wereldbeeld. En het zijn niet allemaal Amerikanen. Ik bedoel, noem maar Herman Wijfels. Die was topbestuurder van de Rabobank. Hè? Die zegt hetzelfde. Het schijnt dat zijn vrouw de kracht is daarachter, maar hij zegt dat ook. Hè? Ja. Dus je leest het overal eigenlijk. Ja. En het is, de tijd is wel rijp voor. Maar het is niet even afwachten van hopen dat het goed is. Nou, een beetje dan met z'n allen aan werken. Hè? Ja. Want we hebben een probleem met het klimaat. Als het belangrijkste. Mm. Ik denk ook het leuke van zo'n film is dat je toch, wat jij zegt, mijn spiritualiteit in kan ontwikkelen. Mm. Ik kan dingen neerzetten. Maar je hebt ook met het aardse te maken, want er moet geld komen. Ja. Dan moeten cameramannen komen, dan moet de apparatuur komen. Die kan niet, die is ziek, die laat het afweten. Ja. Frustraties. Ja. Dat zijn allemaal van die heerlijke aardse zaken die je nodig hebt om die balans te kunnen houden. Ja, je geeft sommige mensen, zoals die dansers, de vrijheid om dat te doen, niet wetend wat er gaat komen. Ja. Dit is wel, zeg maar, kan ik zeggen, een goede positieve uitdaging. Ja. En ik heb al mijn talent op het gebied van kunst en muziek in kunnen leggen. Dus andere mensen kwamen ook natuurlijk met dingen. Dus dat is een heel leuk proces geweest. Ja. We hebben het gehad over dat grote beeld, hè, van het heelal. We hebben het over dat mooi gevoel van eenheden. Van mens en natuur. Mm. We hebben gehad over de diepte, zeg maar, de kleine bloempjes in het organisme. We hebben gehad over hoe dat bij elkaar kan komen. We hebben gehad over zonnepanelen, over transition towns, over de laag bij de grond, de acties die je moet nemen, moestuinen. We hebben over heel veel gehad. En het is total voetbal. Het is op alle velden, op alle plekken op het veld de juiste dingen doen. Hè. En vooral dat open voor staan. Ook voor de wetenschap en dat niet proberen alleen te doen. Mm, ja, mooi. En ook niet wanhopig worden. Ook denk je van, het gaat zoals het gaat, maar ik hoop dat het goed gaat. Uiteindelijk wat ik kan doen, is in mijn bewustzijn aan werken en in mijn gevoel aan werken. Ja. Dat heeft een bijdrage dat niet te kwantificeren is. Hè? Het gaat om kwaliteit. Het gaat om dat we de juiste dingen doen. Hè? Als iedereen de juiste dingen doet, dan lost het probleem van hoeveelheid, lost zichzelf op. Het is een verhaal van kwaliteit, niet van kwantiteit. Hè? En ik heb dat diep geloof dat wat ik denk, hè, dit gesprek met de film erbij, dat dit kracht heeft. Dat is dat gevoel van een zaadje ergens en dan een vroedvrouwgevoel en er komt iets moois uit. Alleen je ziet het niet. En, of als je het ziet, pas na een paar jaar. Ja. Mooi. Dank je wel. Ja. Lang leven moeder aarde. Lang leven moeder aarde, ja. Dank je wel voor dit gesprek. Jullie ook, dank.